and tariff rollback will be part of the phase one China? Well, they'd like to have a rollback. I haven't agreed to anything. China would like to get somewhat of a rollback, not a complete rollback, because they know I won't do it. But we're getting along very well with China. They want to make a deal. Frankly, they want to make a deal a lot more than I do. I'm very happy right now. We're taking in billions of dollars. I'm very happy. China would like to make a deal much more than I would. Hoe lang duurt die poppenkast nou eigenlijk al, hè, met die besprekingen tussen China en Amerika? Ik denk 22 maanden. Ja, en elke keer komt er goed nieuws naar buiten en dan wordt er toch weer een beetje iets aan afgedaan. Want dan blijkt het toch allemaal weer niet zo heel goed te zijn. Er is weer een hobbel op de weg. En nu horen we Trump zeggen dat hij het eigenlijk allemaal wel prima vindt zo. En ja, dat de Chinezen dus harder verlegen zitten om een akkoord dan Trump zelf. Nou ja, voor wat het waard is. Ik denk dat dit nog wel eventjes door kan gaan. En misschien tot aan de verkiezingen. Dat hij dan goede zaken kan doen. Dat er ineens wel een akkoord komt. Alleen ja, als het zo lang duurt en zo moeizaam gaat. Wat voor een akkoord moet dat dan worden? Ik heb er wel mijn twijfels bij. Maar goed. Op de beurzen is the only way up. Er blijkt geen zwaartekracht te zijn. Die wetten van de zwaartekracht die gelden niet. De beurzen die gaan dag na dag omhoog. En ja, ook al komt er, of wel juist al komt er slecht economisch nieuws naar buiten, dan stijgt de beurs nog harder, lijkt het wel. Want het idee is een beetje dat de Fed dan voorlopig de rente wel helemaal niet omhoog zal trekken. En nog wel meer gratis geld in de economie zal pompen. Dus holla die, goed nieuws. Alles wordt uitgelegd als goed nieuws. Dus laten we eens kijken naar de SPY. Nou, je ziet het, je gaat al weken in een bijna rechte lijn omhoog. En het zal je niet verbazen dat dat voor de andere indices ook geldt. Als we kijken naar de ETF van de Nasdaq, die had vrijdag ook weer een bijzonder goede dag. De Dow Jones, meen ik ook, ja, die is donderdag omhoog gegapt. Als we kijken naar de ETF van de Russell, nou, die is ook uitgebroken boven dit niveau. Nou, nu is die bijna, zit hij tegen dat niveau aan. Dus het zal me ook niet verbazen als volgende week dit niveau weer geslecht gaat worden. De AEX had ik ook nog, maar dan moet ik eventjes hier kijken. Nou, je ziet, de AEX die had ook weer een hele goede dag vrijdag. Dus het ziet er allemaal bijzonder bullish uit. Nou kwam afgelopen week wel naar buiten dat een aantal grote commerciële Amerikaanse banken, waaronder Citigroup, hun klanten hebben geadviseerd om uit de wat defensievere hoek te gaan. Dus obligaties van de hand te doen en hetzelfde geldt voor goud. Nou, dat zag je meteen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de ETF van de 20-jarige staatsobligaties van Amerika, nou, die doet het helemaal niet goed. Zie je, die is hier door dat steunniveau gebroken. De rente ging omhoog, dus ja, de koersen van de obligaties die gaan omlaag. En hetzelfde zien we als we bijvoorbeeld kijken naar GLD. Ik heb hier voor mezelf wel even een steunzone getekend. Het lijkt erop dat GLD daar nu is aanbeland, maar ja, het zou zomaar kunnen dat die komende week nog tot 135 misschien zal dalen. Of ja, misschien nog wel verder, dat weet je niet. Maar ja, als een aantal van die grote banken hun klanten adviseert om uit goud te stappen en uit obligaties, dan kan je bijna niet anders verwachten dan dat die koersen gaan dalen. Tegelijkertijd denk ik ook, de banken hebben nou niet zo'n bijzonder goede reputatie op dat gebied. En het zal me ook niet verbazen als de banken juist de andere kant van de positie innemen. Dus in het geniep juist goud en obligaties kopen. Maar goed, voorlopig gaat de koers omlaag. Nou, als we kijken naar het percentage aandelen dat boven zijn 200-daags gemiddelde noteert, dan zie je dat dat op bijna 55% zit. Boven het stijgend MA50. Dus ja, dat ziet er ook eigenlijk wel bullish uit. Dus je zou zeggen, voorlopig zal er nog wel geen correctie aankomen. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar de SPY, of de SP, we kunnen ook eens naar de SPX kijken, dan zie je toch wel
Als je kijkt bijvoorbeeld naar stochastics, dan zit die in het overbought gebied, zie je. En de RSI, idem dito, ook zeer overbought. Als ik nou bijvoorbeeld hier een lijntje over dat dalend, en dan moet ik hem eigenlijk even een ander kleurtje geven. Zo, dan zie je dus een stijgende lijn, stijgende toppen in de koers. Die zal ik ook nog wit maken. En tegelijkertijd zie je een dalend MACD en dat zie je ook bij die andere indices. Daarbij komt ook nog dat enkele indicatoren aangeven dat beleggers extreem hebzuchtig zijn momenteel. Dus er is helemaal geen sprake meer van angst of bezorgdheid. Nou ja, als je kijkt naar de VIX, dan zie je dat die ook op een heel laag niveau staat. Een beetje op diezelfde niveau als toen de beurs ging corrigeren. Dus alles bij elkaar ben ik toch wel een beetje huiverig om nu longposities in te gaan nemen. Maar ja, het zou zomaar kunnen gebeuren dat ondanks alles de beurs gewoon doorschuift. Je ziet wel een verschuiving in sectoren. Tot voor kort zag je nog dat de defensieve sectoren het goed deden. Daar ging al het geld, of niet al het geld, maar er ging behoorlijk wat kapitaal naartoe. En nu lijkt het erop alsof dat weer omgedraaid is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de financials. Nou, moet je kijken, die zitten in een rechte lijn. Die gaan echt met de lift omhoog. En datzelfde geldt voor technologie. Zie je, die is ook al dagen geleden uitgebroken. Materials doet het ook goed. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een aandeel als Microsoft. Ik heb hier zo'n gebiedje getekend. Zo'n consolidatiegebiedje na de earnings die goed werden ontvangen. Is Microsoft een beetje zijwaarts gegaan, maar nu uitgebroken. En ja, het lijkt erop alsof Microsoft de weg omhoog weer heeft gevonden. Zie je, op de weekgrafiek zie je een consolidatiegebied. Als ik hier zo dat gebiedje aangeef, omhoog gegapt, nu weer verder omhoog. Dus Microsoft ziet er echt heel goed uit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor CRM, Salesforce. Als ik die op de weekgrafiek zet, zie je, die is al een lange tijd gedaald, gecorrigeerd. Als je naar de grotere trend kijkt, maar sinds een week of twee uitgebroken. Dus dat ziet er ook goed uit. Nou ja, dat is ook de technologie sector. Wat had ik verder nog? Bijvoorbeeld als je kijkt naar American Express. Zie je, die is ook, zat een beetje tegen dit niveau van 120 aan te hikken. Is daar nu ook ruim boven gesloten. Onderdeel van de financial services. Die hele sector doet het goed. Dus voor de rest, wat me ook opviel, Amgen. Ik heb hier al een tijdje streepjes getrokken, allemaal hogere bodems. En Amgen is nu ook uitgebroken boven dat consolidatieniveau. Dus dat ziet er ook goed uit. Onderdeel van de healthcare sector en biotechnologie. Nou, die hele biotechnologie sector die doet het ook goed. Wat had ik genoteerd? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de ETF, zie je, die had vrijdag een hele goede dag. Dus ook die sector, ja, die doet het eigenlijk heel goed. Er was ook wat minder nieuws. Als je kijkt naar Expedia, 28% bijna gedaald donderdag. Een enorme gap omlaag. Ik denk dat er ook heel veel stopordertjes, stoplosses, daar, die zijn er echt doorheen geknald. En ja, als je hier bijvoorbeeld een stop had liggen op, ik zeg maar wat, 135 of 130, kan het heel goed geweest zijn dat jouw stop pas ver daaronder is getriggerd. Dus ja, dat was slecht nieuws. Als je kijkt, die heb ik vorige keer al genoemd. Chipotle Mexican Grill, die gaat gewoon weer verder omlaag. Hè.
Ik denk wel dat er nog ruimte is tot 700, misschien wel iets eronder, een beetje tot dat MH50 misschien. Dus ja, dat ziet er minder goed uit. Defensieve aandelen. Als je nog kijkt naar Constellation Brands, zie je die zal op de daggrafiek zetten. Constellation Brands, ja, dat is zo'n defensief aandeel, doet het niet goed. Maar ook de ETF van Real Estate. Ik kan dit wel weghalen, dit plaatje of dit gebiedje. Maar Real Estate, dus onroerend goed, heeft het ook wat moeilijk de laatste dagen. Opvallend. En bijvoorbeeld ook de utility sector. En bij uitstek zo'n defensieve sector, die doet dat altijd goed als de beurzen omlaag gaan. Maar je ziet het, die heeft het ook moeilijk. Kan zijn dat hij rond dit gebied een beetje gaat consolideren. Dus dat moeten we afwachten komende week. Dus al met al, over het geheel genomen ziet het er allemaal bullish uit. Een paar sectoren en een paar aandelen daar gelaten. Maar wat ik al eerder zei, beleggers zijn op dit moment extreem hebberig, greedy, zoals dat dan heet. En je ziet wat divergentie, de VIX staat heel laag. Dus ik zeg het al langer, maar ik zou toch wel voorzichtig zijn om nu voluit long te gaan. Ik zou in ieder geval ook kijken of ik een paar bearish posities zou kunnen openen. In ieder geval voor een beetje evenwicht zorgen. Of ja, cash is natuurlijk ook een strategie, dus ook een positie. Dus het zou ook geen kwaad kunnen als je winst hebt op een aantal aandelen. Om wat in cash te gaan, om wat winst te nemen. Nou, als je nu voor jezelf een strategie zou willen hebben waarmee je met precisie de beurs in kan stappen, dan heb ik daar een e-book over geschreven, De Kleine Gids naar Grote Winst. Ik zal onder dit filmpje een link opnemen. En dan kan je daar eens een kijkje nemen. Ik beschrijf daar de zogenaamde spanningszoekermethode. Dat is een behoorlijk betrouwbare methode. En die werkt in opgaande, maar ook neergaande beurzen. Dus stel dat de beurs straks gaat corrigeren, of dat we misschien wel in een berenmarkt terechtkomen, ook dan kan je daar goede zaken mee doen. Dus het is verkrijgbaar op bol.com of via mijn website. Maar ik zal in ieder geval een linkje opnemen hieronder. Voor nu wil ik je weer van harte bedanken voor je aandacht. Misschien een duimpje op als dit filmpje jou bevalt. Beter nog, abonneer je op mijn kanaal. Dan krijg je elke zondag een melding van een nieuw filmpje of een nieuwe weekwatcher die ik opzet. Dus nogmaals bedankt en ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan.